Maar ik vond het een heel inspirerend gesprek. Even inspirerend als altijd. Als vereniging, VNO-MKB, willen natuurlijk altijd onze leden ook inspireren. En dat gaan we dit jaar doen met een heel mooi evenement, Trendship. Leuk. Dat vindt plaats op 30 mei. En ik wil jou graag een ticket geven. Want volgens mij pas je heel goed op dat evenement. We hebben workshops, we hebben sprekers. En het is een evenement vol met kansen. Ja. Dus ik hoop dat je mijn uitnodiging aan wil nemen. Ja, nee, natuurlijk. Hartstikke leuk. Wanneer is het? 30 mei. Nou, absoluut. Ja? Ja, super. Alsjeblieft. Dankjewel. Veel plezier. Ja, dankjewel. Waarom ben je eigenlijk ooit lid geworden van MKB? Nou, ik was 6 jaar geleden ben ik weer voor mezelf begonnen. Ik ben wel eerder ondernemer geweest en ik zie het belang van netwerken zie ik wel in. Het is wel belangrijk wat voor netwerken heb je en dan ben je gaan zoeken. Nou, toen kwam ik uiteindelijk bij MKB Noord in eerste instantie uit. Hè. Dan die combinatie met VNO-NCW. Ja, en dat is niet alleen dat je het netwerk, maar er wordt ook kennis over gedragen. En dat vind ik veel belangrijker. En dat zie ik bij jullie. Hè, er zijn natuurlijk heel veel netwerken, maar bij jullie is er ook een stuk kennis overgedragen. En dat vind ik heel belangrijk. Ja.